gespierde taal. Vandaag gaan we knallen. We beginnen eerst met warmlopen. Doet u thuis ook mee? Tot zo! Lilian en ik ben 38 jaar. Lilian leeft de hele week toe naar zaterdag. Want dan is zij druk in de weer bij haar voetbalvereniging KSJB. Zij regelt de wedstrijden en staat langs de lijn aan te moedigen. Het is voor mij gewoon echt leuk, het is mijn hobby. Het is leuk, de mensen die je dan ziet. Ik ben zelf al 15 jaar bij de club zelf. En het is gewoon prachtig, het is gezellig. Lief en leed doe je met elkaar, dus nee, het is heel leuk. Aanmoedigen doet Lilian niet alleen bij haar eigen vereniging, maar ook bij de wedstrijden van haar zoon. Die voetbal al vanaf zijn vierde jaar. Hij is begonnen dan bij de minis. En sinds de F'jes zit hij dan bij Ajax. Dus vanaf zijn vierde jaar sta ik aan de kant in weer en wind. Sta ik aan de kant bij de voetbal van mijn zoon aan het kijken. Lilian vindt sporten erg belangrijk. Ze geeft haar zoon graag het goede voorbeeld door actief te zijn bij de voetbalvereniging. Ik heb bovenaan al voor je gedaan, dus als je namen wil opschrijven. In het clubhuis handelt zij samen met de scheidsrechter de wedstrijdzaken af. Zo, mijn bestuurstaken zitten erop. Volgende week ga ik lekker zelf sporten, maar niet op zo'n koud veld. De woorden die wij vandaag gaan leren zijn schoppen, gooien, dribbelen en steunen. We beginnen met de looppas op de plaats. Heel goed. En maak er een lichte looppas van. Hoeft niet zo hoog van de grond. Heel goed. En let op. We gaan de hakken naar de billen. En achter. Knie op. Als u wilt, mag u een kleine hup ervan maken. En anders blijft u gewoon rustig staan, hè. Vier keer hakken, vier keer naar voren. 1, 2 en 3. En voor. Heel goed. Zullen we proberen een klein sprongetje? Heel goed. En op de plaats. En als dat niet lukt, maakt helemaal niet uit. Het gaat erom dat u in beweging blijft. Zak dan alleen door de knieën. Oké, we gaan de heupen mee bewegen. Woe. Hoe gaat het hierachter, dames? Oké, en hoe gaat het thuis? Ja, daar bent u. Gaat het goed? Let op, we gaan schoppen. Schoppen. En schoppen. En we gaan opzij. Schoppen. Zeg mij maar na. Schoppen. Heel goed. En naar achteren schoppen. Heel goed. En u mag het ook op de plaats doen, hè. Hartstikke mooi. Gaan we veren. Op de plaats. Pak die bal vast. Achter het hoofd. En gooi hem naar voren. Woe, pak hem vast. Achter het hoofd. En gooi hem naar voren. Achter het hoofd. En gooien. En gooi hem naar voren. Let op. 1, 2, 3. En gooien. 1, 2, 3. En gooien. En 1, 2, 3. Gooien. Zeg mij maar na. 1, 2, 3. Gooien. Heel goed. Gaan we voor. Met één been en andere been ook naar voren. Goed zo. Gewoon blijf vanuit het stappen. Zet u één been naar voren. En we hoeven helemaal niet gelijk te gaan, dames. Want straks gaat het nog sneller. Let op. En dan gaat het sneller. Oh, 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 oh.
Goed, we lopen uit. En dan gaan we liggen op de mat. Op de rug met de benen gebogen. Zet je ellebogen op de grond. Gaan we steunen met de ellebogen. En je benen horizontaal. Nou, strek je en buig. En buig. Heel goed. Als dit niet gaat, kijk maar naar de andere dames. We hebben een alternatieve oefening. Heel goed. En rust. Zet de benen maar even neer. Goed gedaan, dames. We doen hem straks, terwijl we steunen op de ellebogen. Benen weer omhoog. En dan gaat hij. En strek. En strek. En strek. Als dit niet lukt, gaat u weer terug naar de ellebogen. 3. Nog 2. En de laatste. 1. En zet ze weer op de grond. En we steunen weer op de ellebogen. Steunen. Dat is het volgende woord. Steunen. En we brengen de voeten gestrekt omhoog. Omhoog en nu opzij. Opzij. Gestrekt omhoog en opzij. Lukt dit niet? Kijk eens aan. Zo kan het ook. Links, rechts. Nog 8. 7. 6. 5. 4. Heel goed. Nog maar 2. En 1. En weer rust. Goed zo. Als het lukt, doen we de laatste serie op de handen. Steunen. Steunen. Heel goed. Zijn we er klaar voor? Komt-ie. En rest. En we gaan het woord weer herhalen. Steunen. Zeg maar na. Steunen. Heel goed. En laatste. Oké. Zet de voeten maar neer. We draaien ons om. En we steunen weer op de ellebogen. De knieën gaan naar achteren. En de heupen zijn laag. Dan gaan we 1 been omhoog brengen. Heupen laag, hè? Meer naar voren. Ja, heel goed. En als dit niet lukt, gaat u gewoon door op uw rug. Heel goed. Nog 4. 4. 3. 2. 1. Heel goed. En rust. Hou de handen voor. En we gaan zitten naar achteren. Goed gedaan, dames. Geweldig. En terwijl wij in de studio tot rust komen, kunt u kijken naar het volgende filmpje. Niet alleen maar zo'n voetbal, maar ik voetbal al langer dan 25 jaar. Vorige week stond Lilian nog buiten in de kou aan te moedigen. Maar nu heeft ze het veld verruild voor de zaal en haar nette kapsel voor een sportievere stijl. De wedstrijd is begonnen. Bij zaalvoetbal zijn de regels iets anders dan bij voetbal op het veld. Maar ook hier geldt, welk team de meeste doelpunten scoort, wint. We zijn op het veld begonnen, maar het wordt koud en we zijn de jongste niet meer. Dus dan willen we liever binnen spelen, want we willen wel blijven voetballen. Ik vind het leuk omdat het een klein veld is. En ik ben iemand die van acties houdt, tikken en een beetje sturen. En dat kan allemaal in de zaal. En in het veld wat moeilijker omdat het een groter veld is. En dat je wat moeilijker aanspelbaar bent dan in de zaal. Ik wacht gewoon met smart op de dag dat we weer gaan voetballen. Het is zo gezellig gewoon. We kennen elkaar al jaren. Sommige dames kennen elkaar al 19 jaar. Ze zijn erg fanatiek en meestal winnen ze. Maar of dat vandaag gaat lukken is nog maar de vraag. Lilian's team staat in de rust achter met 2-1. Dus de dames zullen nog even hard aan de slag moeten. Denk je naar Lenny, zo dan naar keeper. Lenny! Jammer!
De wedstrijd is afgelopen. En hoe is het gegaan? In het begin waren we nog niet echt helemaal wakker. We scoorden maar niet, alles werd tegengehouden. En hebben we elkaar een beetje pep talk gegeven in de rust. En toen hebben we de wedstrijd overgenomen. Uiteindelijk hebben we toch gewonnen. Met 3-4 gewonnen. Wij houden ervan om altijd te winnen. Wij willen winnen. Klaar. Dames, toezien! We hebben deze aflevering weer veel nieuwe bewegingen en nieuwe woorden geleerd, zoals schoppen, gooien, dribbelen, steunen, voetbal. En vindt u voetbal een leuke sport? Kijk dan op www.gespierdetaal.nl voor meer informatie. Wij vonden het leuk, u ook. Dan zie ik u volgende week weer terug. Dag! Thank you.